Er was eens een haveloos vijfje, die vroeg aan zijn moeder een brood. Maar moeder verdiende geen centje, en vader was wekenlang zoek. Ach, moedertje, geef me geen standje, er zit in mijn broekie een scheur. De jongens op school roepen Jantje, jouw beentjes die zien we er dan. De moeder werd ziek van de zorgen, lag stil en bedrukt in een hoek. Geen mens die er centen wou borgen, en Jantje vroeg toch om zijn broek. Toen heeft ze de rok uitgetrokken, de enigste die ze bezat. En ze maakte van stukken en brokken een broek voor de enigste schat. Nu konden ze Jantje niet blaven, nu waren zijn beentjes niet bloot. Maar voor die zijn broekie kon dragen, ging moeder van narigheid dood. Ze stierf van het werken en slaven, vervloekt en verwend door haar man. Toen Jantje haar mee ging begraven, toen had hij zijn broekie pas. De geschiedenis van twee aardige mensen. Het waren twee aardige mensen, die dachten van niemendal kwaad. Ze dachten alleen aan zichzelf, zoals dat gewoonlijk dan gaat. Het waren twee aardige mensen, nog zonder verstand en gezond. Die hielden zoveel van elkander, alsof er geen wetboek bestond. De een die leerde voor dokter, zijn vader had duiten ervoor. De andere zat voor haar broodje als schrijftertje op een kantoor. De een die zat rijk in de kleren, droeg vesten en sokken van zij. De ander had bijna geen hemd aan, en toch was ze dapper en blij. Hij wachtte haar op tegen achten, dan had ze gedaan op kantoor. Ze sprongen elkaar in de armen en gingen er zingend vandoor. Dan kreeg ze een ruikertje rozen, een doosje met zeep of met reuk. En eens gaf hij haar als verrassing een grappe hond met een deuk. Zo werd het hoe langer hoe mooier, ze hadden voor werken geen tijd. Haar penhouder had ze vergeten en hij was zijn leerboeken kwijt. Toen huurden ze ergens een kamer, omdat er geen uitkomst meer was. Daar kregen ze samen een kindje, en dat kwam volstrekt niet te pas. De vader riep af van een jongen, ga al bij dat schepsel vandaan. En geef er een bankje van 100, dan is er de zaak mee gedaan. Toen bleef ze alleen met haar kindje, geen mens die haar hielp in de nood. Ze beefde van angst en van schande, en maakte haar kindje toen dood. Het waren twee aardige mensen, nog zonder verstand en gezond. Die hielden zoveel van elkander, alsof er geen schande bestond. De een is gevestigd als dokter, en werkt voor een deftig bestaan. De andere zucht in het spinhuis, en daar denkt nou niemand meer aan.